Dingen staan natuurlijk niet voor niks in een theater, dus je denkt daar altijd over na. Dat is altijd met een reden. Dus dat gaat ook vaak over dingen. Het is niet niet-zeggend. Ja, maar dus, dat wil jij ook. Ja, zeker, ja. Spam! Hoe was jouw tijd hier? Ja, heftig. Intens. Oh ja? Wel niet negatief hoor, maar veel veranderd, veel gebeurd in mijn leven. Je verandert als mens? Ja, heel erg. Ja. Ja, dat heeft die school wel echt gedaan, ja. Kijk eens aan, ontbijt op bed. Hoe ik daar aan de dag? Wie heb dat te vieren? Kijk. Zo zeg, keel en geneem me nogal. Mooi, hè? Ja, ik ben hier bij de stuur. Mobiliteit, meer dan 50%. Je hebt beste soort bij hem kunt. Mij niet, hè? Ik, hè? Ik heb ook nog de uroloog spreuk. Het meisje zei, het soort was zo rap. Het vlucht hele laboratorium deur. Ja? Ik kon ze gewoon dicht onder de microscoop houden. Zo goed te pas waren ze. Wie moest het alleen wat vaker doen. Dat was anders. Nou, dat bent slimmere dingen. Waar vind jij dat je zelf heel goed in bent? Nou, ik vind mezelf best wel grappig. Dat is echt super stom om te zeggen, maar... Of nou ja, laat ik zeggen, ik vind... ik merk wel als ik op toneel sta of improviseer of zo, dat mensen vaak moeten lachen. Ja. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. En timing vind ik heel leuk. En op het moment dat je het doet, vind je het zelf ook leuk? Ja. Ja, heel erg. Ja, en dan, ik weet niet, ik vind humor ook gewoon een hele fijne manier om van alles duidelijk te maken. Dus dat is voor mij ook een hele fijne vorm om mee bezig te zijn. Ja. En ja, ik vind dat ik dat wel een beetje... Nou, en dit was onze theaterzaal. Hier hebben we echt... Mocht je daar naar binnen? Ja, volgens mij was deze vrij. Hebben ze voor ons op bezet gezet? Nou, de theaterzaal. Jeetje, hier zijn heel wat bloed, zweet en tranen. Ja, want wij liepen naar binnen en jij zegt, ja, dit heeft echt mijn leven veranderd. Ja, toch echt de overgang dat ik als jonge puber uit een klein Twents dorpje... Haaksbergen. Uit Haaksbergen, ja. Naar de theaterschool ging. En dat ik daar ineens echt kennis maakte met een compleet andere wereld en met het leven überhaupt. Dus dat ik ineens moest nadenken over mezelf, ineens moest nadenken over de wereld, me bij alles dingen af moest vragen. En dat was helemaal compleet nieuw. En heel intens en heel heftig en ook heel goed. Want je moest het ook meteen vormgeven door te gebruiken in je Zeker, spel? Zeker, ja. Of... Ja, we moesten natuurlijk theater maken en kunst maken. Dus dat was alleen maar nadenken van waarom willen we dit maken? Wat heeft het met jezelf te maken? En dat waren dingen, daar had ik dat trok me heel erg, maar ik had daar nooit over nagedacht. Dus hoe had je dan verzonnen dat je dit wilde doen? Ja, ik was denk ik op mijn 12e of zo, ben ik een keer per toeval met mijn moeder ging ik naar het Circus Theater in Scheveningen. Naar een musical. Oh ja? Ja, en toen ben ik echt letterlijk, heb ik zo'n moment gehad dat ik dacht, waar ben ik? Oh ja? Wat is dit voor wereld? Ja, in zo'n grote theaterzaal. En dat ik die voorstelling zag en dat ik compleet echt betoverd was. Dat ik dacht, ik wist niet dat dit bestond. Wat is dit voor omgeving? Wat zijn dit voor mensen? Hier moet ik meer van weten. Dat was echt van het een op het andere moment dacht ik. Nou, dit, ik weet niet precies wat het is. Ik begrijp het nog niet helemaal. Maar dit doet zoveel met mij. Dit moet ik gaan onderzoeken. En heel veel voorstellingen ben ik toen gaan zien. Gewoon heel veel bezoeken. Met mijn ouders in eerste instantie. Want het was allemaal ver weg. Dus die moesten dan mee. En ik dacht, nou, moeten we weer met dat kind mee weer. Dus ik weer aan het zeuren voor een voorstelling. Ja, en toen alle genres een beetje uitgeprobeerd. Dus wat vind ik dan om te kijken naar musical? Wat vind ik van echt toneel? Cabaret helemaal onderzocht. Oh, humor is eigenlijk, kan je eigenlijk ook heel veel mee. Dat trekt me ook wel. Waar zit hem dat dan in? Ook op mijn middelbare school was het vak drama best uitgebreid. Dus daar heel veel toneel gespeeld zelf. En op die manier dat helemaal wat er binnen mijn mogelijkheden lag op dat moment gewoon onderzocht. Wat vind jij op het toneel? Nu we toch in de zaal zitten. Ja, echt een soort van... Het gaat best wel ver. Echt een soort van levensnoodzaak, zou ik het bijna willen noemen.
Want wat gebeurt er als jij op het toneel staat? Dan krijg ik een soort heel erg energiek, levende gevoel. Heel erg het gevoel alsof ik leef. En dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, dat voelt heel erg goed. En ook om alles eromheen natuurlijk even een beetje te vergeten. Mm-hmm. Heel erg in het moment te zijn. Heel erg op dat moment dingen te voelen. Heel erg intens ook. Dingen staan natuurlijk niet voor niks in een theater. Dus je denkt daar altijd over na. En dat is altijd met een reden. Dus dat gaat ook vaak over dingen. Het is niet niet-zeggend. Ja, maar dus, dat wil jij ook. Ja, zeker, ja. Je zal maar in zo'n situatie zitten. Ja, wat kies je dan? Ja. Je, het leert mij ook daardoor heel veel überhaupt gewoon over het leven. En dan kan ik daar dan thuis later over nadenken. En dan denk ik, jezus, ja. Ik bedoel, jeetje, ja. Wat vind jij echt het allerleukst? Ja, dat vind ik heel lastig om één ding te kiezen. Ik vind sowieso altijd met elkaar iets van kunst maken. Dat is eigenlijk, denk ik, altijd aan de hand. En de, of het nou dan een act is van 2 minuten voor Hollands Got Talent of een hele voorstelling. Daarin heb ik denk de ene keer weer die voorkeur en dan weer de andere. Maar gewoon het creatieve proces om met elkaar zoiets moois te mogen maken waar dan anderen naar kunnen kijken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel een soort rode draad constant. Ja. Yeah.